en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 22 november. Suriname zou best wel een voorbeeld kunnen nemen aan de vaccinatiegraad in Portugal. In dit land is 98% van de populatie reeds gevaccineerd en zijn er heel weinig COVID-besmettingen. Portugal is the global leader in vaccinating against COVID. Nearly 85% of the population is fully inoculated. Anti-vaxxers, a few and far between. Three things saved Portugal: an organization, which we had with the military, a structure with the Ministry of Health, and the population, the community. The naval commander has been in charge of combating the pandemic. He says Portugal has won the battle and should be a role model for other countries. 25 november staat voor de deur, maar ook de december, de feestmaand, komt eraan. De besmettingen met het coronavirus hebben maar 4 weken de tijd zich te ontwikkelen en weer te zorgen voor een nieuwe golf. Dat hebben we vorig jaar nog mogen meemaken toen wij in januari in de tweede golf belanden. Het is heel verraderlijk. We hebben dat ook hier gehad vorig jaar. November wordt er gefeest en in december weer. Het is precies die 4 weken die je nodig hebt voor die besmettingen hier, die 4 weken later de rest gaan besmetten. En we hebben toen ook die eerste golf gehad in januari, februari. Of die tweede golf. Dus het is waar, maar ja. Javier Asin beaamt dat de lockdown negatieve gevolgen met zich meebrengt. Vooral voor het bedrijfsleven, maar ook voor de horeca. De lockdown moet toegepast worden bij ernstige gevallen zoals nieuwe stijgingen, maar ook vanwege het feit dat we een lage vaccinatiegraad hebben. Hij waarschuwt nogmaals voor de nieuwe golf die eraan komt. De lockdown die heeft grote nadelen en die moet je dus echt alleen maar doen wanneer het nut heeft. Wanneer je er inderdaad heel veel besmettingen mee gaat voorkomen. Maar het blijkt niet te handhaven en mensen houden zich er ook niet meer aan. Waardoor je de lockdown, alleen maar de nadelen van de lockdown ervaart. En dat is voor met name het bedrijfsleven, is dat killing. Ze hebben al heel veel ingeleverd, de afgelopen 1,5 jaar. Ze draaien nu net weer een beetje, zodat ze weer kunnen inhalen. Er komen dagen aan waarin ze wat voor hun piekdagen zijn. En dan moet je je voorstellen, wanneer we dan een lockdown afkondigen, waar niemand zich aan houdt, alleen zij en zij het gelag betalen. Dus ik denk dat, dat daar ook rekening mee wordt gehouden. En ja, natuurlijk, het allerbeste zou zijn wanneer we met z'n allen de rekening mee houden dat die golf eraan komt. Het is al een paar maanden dat ik het aangeef, maar weet je, die lockdown maatregelen die hebben we omdat we een laag vaccinatiepercentage hebben. Je ziet het ook in de cijfers. Als je kijkt naar het percentage van de gevaccineerden dat opgenomen wordt op de intensive care of dat komt te overlijden, dat is bijna te verwaarlozen. Dat is als bij een griep. Als wij met z'n allen gevaccineerd waren, dan was COVID voor ons als een griep. Dan hoefde er geen lockdown, dan hoefden we nergens rekening mee te houden. Dan hoefden we ook niet van 11 tot 5 dicht te gaan. Het enige wat belangrijk zou zijn en altijd zal blijven is Mohana. Dat is het enige. En wij willen dus echt zo gauw mogelijk naar die situatie waarin COVID een griep is. Waarin COVID er kan zijn en dat er recordbesmettingen zijn, net als bij een griepgolf. Maar dat we niet bezorgd zijn over de druk op de gezondheidszorg. Dat we niet bezorgd zijn dat mensen komen te overlijden omdat de zorg niet voorhanden is. Zoals er in de vierde golf gebeurd is. En er in de vijfde golf ongetwijfeld ook weer gaat gebeuren. Tot slot vraagt de coördinator van het NCT aan iedereen om zich te laten vaccineren. Ga ook je boostershot halen. We willen de mensen die reeds gevaccineerd zijn extra beschermen om te voorkomen wat er tijdens de vierde golf is gebeurd, dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden. Vandaar dat de boostershot van belang is. Ik wil echt iedereen oproepen. We zijn nu bezig met een 3-speerpuntenbeleid. Eén is ervoor te zorgen dat degenen die zich gevaccineerd hebben, die stap al hebben genomen, om die extra te beschermen door de komende periode heen, zodat wat we in de vierde golf hebben gezien,
dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden, dat dat niet meer gaat gebeuren. Dus we hebben gezien wat we moeten doen daarvoor en we implementeren dat meteen. Dus ik roep iedereen op, ga je booster halen, ga je tweede prik halen als je die nog niet hebt gehad. Daarnaast hebben we voor degenen die zich nog niet hebben laten vaccineren, echt een oproep om toch die stap te nemen. We komen de buurten in. We komen naar u toe als u vragen heeft om die te beantwoorden. Als u vragen heeft, stel die alsjeblieft zo snel mogelijk. We weten is het een heel eenvoudig antwoord en kan u zich laten vaccineren. Maar weifel niet te lang, twijfel niet te lang. En als u echt niet wil, alle respect. Ik ben, zoals u weet, tegen het verplichten om te vaccineren. Maar ik ben wel voor het beschermen van de niet-gevaccineerden. En dat kan soms inhouden dat je bepaalde dingen niet kunt doen, omdat het gewoon te gevaarlijk is. Jason van Genderen, directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica, zegt dagelijks geconfronteerd te worden met vragen over de boostershots. Waarom mag mijn derde prik niet met Pfizer of met Moderna, terwijl dat in Amerika wel kan? Suriname behoort niet tot de ontwikkelde landen waar de experts de onderzoekingen doen over de vaccins en daar dient er ook rekening mee gehouden te worden. De vraag werd daarmee gesteld, ja maar directeur, kan ik in plaats van een Astra boostershot ook geen Pfizer boostershot? Het kan alleen Amerika, het kan al daar. Kijk, we behoren toch niet tot de ontwikkelde landen. Toch, we zijn nog steeds een derde wereldland en ook wij moeten daarmee rekening houden. Als er onderzoekingen daar zijn gepleegd of dat daar al gebeurt, het is nieuwe data. En voor ons als de specialisten, of de experts die hier zijn, dokter Asin en noem maar op, dat zijn mensen, zij kijken naar de cijfers en we kunnen kijken hoe gaan we moeten eerst een trial starten, we moeten ergens beginnen en we moeten ook hier de data verzamelen. Toch? Hoe het daar loopt, het is een verschil, een ander klimaat, het virus verspreidt zich daar anders, het is een tropisch klimaat. We moeten ook hier kijken hoe het virus zich verspreidt en hoe wij omgaan. We moeten die data ook gaan verzamelen. Toch? Dus geef ons ook de tijd, of geef de experts de tijd, om die data te verzamelen en op basis daarvan een goede, een definitieve mening uitbrengen en een protocol vaststellen. We kunnen niet gewoon klakkeloos protocollen overnemen van wie het ook mag zijn. Toch? We moeten de dingen toetsen en dan moeten we kijken als het gaat werken in Suriname, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we een gezonde samenleving krijgen en dat we dus de regels kunnen versoepelen, of de lockdown kunnen versoepelen, noem maar op. Ook Jason van Genderen is niet ingenomen met de lockdown maatregelen. Maar het moet wel om zodoende de samenleving te beschermen, maar ook om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Blijf de maatregelen in acht nemen, ook al ben je gevaccineerd. Natuurlijk willen we het niet, ook de regering wil het niet, dat we verplicht zijn blij om een lockdown te zetten of ja, we houden de maatregelen op 9 uur. Nee, we doen het omdat we de samenleving willen beschermen. De regering doet het omdat er een druk is op de ziekenhuizen. Het moet niet zo ver komen, het moet nooit zo ver komen en ik klop het af dat er patiënten zijn en we kunnen ze niet behandelen. We waren een periode in code zwart waarbij patiënten op banken gingen wachten met een zuurstoffles. En het was een verschrikkelijke situatie. En dat is iets wat je eigenlijk in alle tijden moet kunnen voorkomen. We hebben hulp gehad vanuit Nederland. De specialisten hebben vrijwilligerswerk gedaan als je mij vraagt. Ik denk dat ze dat soms nog steeds doen. Maar dat is gewoon omdat ze hun hart op de juiste plek hebben. Overuren worden gemaakt door de minister, de directeur van volksgezondheid, dokter Sukul. Elke dag zijn we met elkaar in contact. En proberen wij dus eigenlijk het beste te maken van de situatie wat we nu hebben. En de mensen eruit te halen. Dus we zien dat het goed gaat. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar we willen de mensen nog steeds oproepen, vooral de mensen die zich nog niet hebben gevaccineerd. Laat je alsjeblieft vaccineren. We zien dat het vaccin helpt. We zien het aan de ziekenhuisopnames. We zien het aan de mensen die genezen worden verklaard. Toch? Dus laat je alsjeblieft vaccineren. En ook aan de mensen die al gevaccineerd zijn, willen we zeggen, blijf nog steeds de maatregelen volgen. Hart- en longchirurg Pieter Voogd schetste op de wekelijkse persconferentie een beeld van hoe het eraan toe gaat in de ziekenhuizen. Hij geeft aan dat de meeste bedden in de ziekenzalen en de intensive care door COVID-patiënten bezet worden gehouden. Daarvan is het overgrote deel ook niet gevaccineerd. Nu is er te weinig plek voor zowel COVID-patiënten als niet-COVID-patiënten.
Heel veel mensen krijgen daardoor de reguliere of specialistische zorg die ze nodig hebben niet. Momenteel is de zorgverlening op COVID-patiënten gericht. Daarnaast is er een schaarste aan intensive care bedden en personeel. Ik doe al 15 jaar de hartoperaties in hart- en longoperaties in het academisch ziekenhuis. En de afgelopen 13 jaar hebben we eigenlijk jaarlijks 180 tot 200 hartoperaties kunnen verrichten. Dat is min of meer een constant aantal. Wat we hebben gezien vorig jaar en ook dit jaar is dat we vorig jaar slechts 95 patiënten hebben kunnen opereren aan hun hart. En met heel veel moeite zullen we dit jaar aan 80 hartoperaties toekomen. Een eenvoudige rekensom zegt ons dat we waarschijnlijk 180 mensen niet hebben geopereerd of nog niet hebben kunnen opereren. Dat is wel een probleem. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat het probleem niet alleen COVID is. Het is wel grotendeels COVID, omdat de IC-bedden bezet zijn door COVID-patiënten. Maar er is ook een ander probleem en dat is het financiële probleem zoals we dat in het land hebben, waardoor er personeel wegtrekt en we sowieso minder personeel beschikbaar hebben voor de intensive care. Ook in het buitenland, we zijn niet uniek hierin. Als we kijken naar bijvoorbeeld, en Javier had het net over Nederland, de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie is ook pas in de pers gekomen. En die hebben laten weten dat zij 4000 mensen niet hebben kunnen opereren. Tuurlijk gaat het daar om veel grotere aantallen dan bij ons, maar het is min of meer vergelijkbaar. En daar hebben ze de simpele rekensom gemaakt, dat een gemiddeld als een coronapatiënt op de IC terechtkomt, die daar minstens 3 weken blijft liggen. Een hartpatiënt, als de operatie goed gaat en ongecompliceerd, heeft die maar 1 dag een IC-bed nodig. Dus een coronapatiënt, die zorgt er eigenlijk voor dat er 23 mensen niet aan hun hart geopereerd kunnen worden. De boodschap is dan ook, wat mij betreft, is dat we moeten proberen om onze zorg, die al enorm onder druk staat. We hebben in Suriname eigenlijk onvoldoende IC-bedden. Dat was al zo voor corona. Nu met corona zijn een aantal bedden dedicated COVID-bedden geworden. Laten we zeggen, voor COVID hadden wij 15 IC-bedden. En nu moeten we het doen met 7 of 8. Dus dat betekent dat er sowieso onvoldoende ruimte is om mensen die zorg nodig hebben en eigenlijk op de IC moeten liggen, die kunnen die zorg niet krijgen. Het vaccin heeft zijn nut al bewezen, zegt dokter Vo. Dat is te merken aan de gevaccineerden die toch besmet raken, mildere klachten hebben en minder vaak belanden op de intensive care in vergelijking met de niet-gevaccineerden. Inderdaad, de vaccinatie misschien er niet voor zorgen dat we gevrijwaard zijn van COVID. Maar we hebben al wel gezien dat de gevaccineerden, zo zij ziek worden, minder ziek worden en minder vaak op de IC terechtkomen dan de niet-gevaccineerden. Dus het vaccin, dat heeft eigenlijk zijn nut al bewezen. AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm. Het heeft zijn nut bewezen en ik doe dan ook een beroep op een ieder om daar toch, zeker de niet gevaccineerden, om daar toch goed over na te denken. Raak in gesprek met anderen, met je huisarts, lees erover. Er is veel te vinden, ook goede en echte artikelen op internet. Dus probeer je zo goed mogelijk te laten voorlichten. Want wij weten bijvoorbeeld ook dat een gevaccineerde wel degelijk besmet kan raken, maar we weten ook dat die minder besmettelijk is dan een niet-gevaccineerde die besmet is. Dus het heeft absoluut heel veel voordelen. Zijn heeft dus degelijk zijn nut al bewezen en dat wereldwijd. Kijk maar naar Portugal, 98% van de populatie gevaccineerd en dat zijn er meer dan 10 miljoen mensen. Hier zitten wij met nog geen 600.000 inwoners
en hebben een superlaag vaccinatiegraad. Dat komt doordat we elkaar ophitsen. We luisteren naar onwaarheden over het vaccin. Er wordt zoveel heisa gecreëerd. Zelfs kerkleiders die mensen motiveren niet te vaccineren en onwaarheden verkondigen over het vaccin. Denk maar terug aan het geval van een tiener die in een supermarkt volgens een bekende in de samenleving zou zijn doodgevallen na te zijn gevaccineerd, terwijl dat helemaal niet zo was. Zo'n bekende persoon zou toch als voorbeeld moeten zijn naar de samenleving toe, of ben ik verkeerd? We gaan eruit voor vandaag en zien elkaar weer bij een andere aflevering van het COVID-journaal. Tot dan!